Een goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze nieuwe uitzending van de NSSL. Albert en ik gaan voor jullie een gamecast tussen Knight en Tangarth uit groep 7. We starten de replay in 3, 2, 1 en... Sorry, ik tel even op 3, 2, 1, go. XSplit was een beetje traag met alt-tabben, vandaar. Oké, we zijn in de game Tal'Darim Altar en we zien hier een PvP. Albert, wat zijn jouw gedachten? Ja, ik heb geen van deze spelers nog gezien. Trouwens, leuk Frank om weer te casten. Ja, en we zullen zien hoe de PvP gaat. Het is altijd lastig in een PvP. Zoals we wel allemaal weten, Tal'Darim Altar is de gedoodverfde Fourgate map. Maar het zou best kunnen dat er ondertussen wat meer strategieën zijn ontwikkeld. Die gaan om bijvoorbeeld snellere stalkers en dat soort dingen. Mm-hmm. En dan is het toch misschien wat variatie te zien. Ja. Helemaal gelijk. We zien overigens in de rechteronderhoek de gele protospeler Knight en in de rechterbovenhoek Tangarth. En ze hebben van elkaar nog niet gezien waar ze zitten. Maar dat zal wellicht spoedig veranderen. Al zien we nog geen enkele scout uitgaan. Dat is toch wel wat... Ik wil niet zeggen frappant. Ik scout zelf ook altijd na mijn gateway pas. Dus beide spelers spelen voorlopig nog in the dark. Ja, wat wel opvallend is, is dat Tangarth inmiddels een gas gepakt heeft voordat hij überhaupt een gateway heeft neergegooid. Klopt. Dus hij is van plan om heel snel gas te gaan minen. Ja, dat lijkt dan niet op een Fourgate-strategie. Daarvoor heb je niet zo snel gas nodig. En hij maakt een gateway in zijn choke. Tegen Protoss zal je niet zo snel afwallen. Niet zo snel een wall-in maken. Tenzij je dan gaat voor een dubbele wall-in, zodat je ook echt de scout van je tegenstander kan ontzeggen. We zullen zien of Tangarth het gaat doen. En als hij het doet, moet hij snel zijn, want de probe van Knight is vlakbij al. Ja. Inderdaad. Hij zet de gateway neer. En nu zijn dus twee gateways. Ja. Zou die alleen maar neer hebben gezet om de scouting probe van informatie te ontzien? Of denk je dat hij echt heavy zealots gaat maken? Want waarvoor heeft hij dan die gas neergeplumpt? Ja, precies. Je verwacht dat het... Ja, alleen zealots, dan zou het niet slim zijn dat hij ook die gas neergegooid heeft. We zien ook de Cybernetic-score nu neergaan voordat zijn eerste zealot gestart wordt. Dus ik denk niet dat dit een soort dubbele zealot rush wordt. Misschien is dat wel wat Knight nu bedenkt, nu hij dit ziet. Ik zou dat bijvoorbeeld wel vrezen. Al is een van de dingen die daar toch weer vanaf wijzen, is dat de tweede gateway nog niet klaar is. Meestal als je voor een two zealot push gaat, of een rush, dan zijn de twee gateways allebei op 10 gestart en zijn ze nu dus allebei al lang klaar. Ja, dus en niet alleen dat, maar de gateway die produceert ook helemaal niks op het moment. Ook dat. Dus Knight heeft daar natuurlijk nog steeds zijn probe staan, dus die zal zich niet al te veel zorgen maken. We zien ook dat hij verder niet afwijkt van zijn build order, maakt gewoon zijn cybernetic score en dan nu een extra gateway erbij. Dus het is grappig dat Tangarth deze twee gateways zo snel heeft neergezet. Het zal toch zijn om te voorkomen dat die probe die snelle gas heeft gezien, denk ik. Dat zou goed kunnen. Wat wel zo is, is dat Knight met zijn probe niet de cybernetic score van Tangarth ziet. Dus ja, hij is nog steeds een beetje in the dark. En er komen nu twee stalkers van Tangarth uit. Ja, inderdaad. Twee stalkers. Eén stalker voor Knight. Dus waarschijnlijk is dit misschien een soort strategie om juist die Fourgate af te houden met die gateways aan de voorkant. Want wat natuurlijk wel erg grappig is dat op deze manier komt Tangarth zijn eigen basis ook niet uit. Nee, dat is waar. Op den duur zal hij dat toch één van die twee gateways eruit moeten gooien. Tenzij hij echt volledig voor, weet ik wat, airplay of alleen maar blinkstalkers gaat. Dat wordt lastig. Hij heeft overigens Knight nog niet gescout, maar dat gaat nu veranderen. Hij weet overigens al waar Knight zit, maar hij heeft nog geen idee van wat er in de basis van Knight staat. En nu komt zijn scouting probe in de buurt en hij plant meteen een pylon neer. En de eerste unit van Tangarth die de basis van Knight in gaat lopen is een stalker hier. Ja, inderdaad. De stalker die ziet nu dat er nog geen expansion is gepakt in ieder geval. Maar hier komen twee stalkers van Knight. En nu zal Tangarth toch zijn weg terug moeten trekken. Hier komt nog een stalker van Knight. Maar ik weet niet, het ziet er nu niet zo goed uit. Ze gaan achter die stalker uit. Dus een dikke micro battle hier. En verliest Knight zijn stalker. Ja, één stalker gaat naar beneden. En dit wordt... Maar nu zijn die van Tangarth, die zijn heel erg zwak. Want hun schilden zijn weg. Ja. Maar hij besluit verstandig om terug te lopen. Hij heeft nog twee andere stalkers erbij en die komen vanuit de main base aangelopen. Want de warpgate waren nog net niet klaar, dus hij kon ze niet inworpen bij zijn proxy pylon hier vlak bij de basis van Knight. En dat gebeurt nu wel. Twee extra stalkers worpen in. En nu is het 6 stalkers, als we even kijken. 6 stalkers tegen 2. Dus nu heeft Knight, of Tangarth, heeft nu een window, een mogelijkheid om naar binnen te lopen hier en schade te gaan doen.
Ja, want Tengard, of Knight, heeft nog steeds zijn gateways niet omgezet naar warp gates. Ik weet niet precies. Oh, hij waarschijnlijk was dat die productiecycle er net voor. En hier komt inderdaad de confrontatie. 6 stalkers en terug een micro te zwakke stalker. Oh, en er wordt nu een Immortal gemaakt uit de Robotics Facility. Als die Immortal eruit zou komen, dat zou zoveel schelen. Maar heeft hij nog genoeg tijd om dat ding te maken? Ja, zo'n Immortal duurt ontzettend lang om te maken. Hij poelt al zijn probes ook terug. En Tengard met wat micro moet toch ontzettend veel economische schade doen hier. Ja. Gaat Knight dit afhouden, Frank? Ik weet het niet. Ja, Tengard trekt zich terug om een of andere reden. Ja, hij gaat wel ook... Oh nee, bijna de verloren in Stalker. Hij denkt, nou ja goed, ik heb nu al veel damage gedaan. Die probes zijn nog steeds niet aan het minen. Ik doe even rustig aan en ik kom wel als ik zeker genoeg units heb om dit af te maken. Maar hij heeft Immortal. Wel... Precies, nu is wel de Immortal kant klaar om gebruikt te worden. Dus ja, we zien dat Tengard er een stukje terug moet trekken. Maar hij doet nog steeds damage aan de probes. Er blijven nog steeds probes vallen. Als we nou kijken naar de units tab, het valt nog wel mee. Knight zit nu op 23 probes en Tengard heeft er maar 20. De Immortal ramde zich door wat stalkers heen. Hij heeft al meteen één kill ook. De Immortal wordt in de weg gezeten door die stalkers van Knight. Ja, die kan er net niet langs inderdaad, zelfs met zijn extra range. Ja, maar kijk die Immortal damage doen. Ja, maar er zijn zoveel stalkers, er worden nog extra stalkers ingeworpt. Het verbaast me dat die andere robotics facility niet nog meer Immortals aan het maken is, want hij heeft toch gezien dat er zoveel stalkers zijn. En ondanks dat Knight heel veel probes is verloren, staat hij toch voor in de probe count. Ja, dat is frappant. Hij heeft kennelijk meer uitzitten Chrono Booster. Oh, we zien nu de Immortal neergaan, maar hij heeft al wel 4 kills en dat zijn allemaal stalkers. Dus die Immortal En net niet de vijfde inderdaad. En die stalker die is zwak en terug. En het is toch een dikke micro battle hier. Gaat nog een stalker van Tengard gaat eraan. En het ziet er naar uit dat Knight het misschien net gaat afhouden. Het is spannend. Spannend erom, Frank. Ik denk dat Knight het nu afgehouden heeft. En dat betekent dat hij in een zeer comfortabele positie zit. Hij kan nu die proxy pylon hier uitschakelen. En zoals je zei, hij heeft een probe lead, 27 tegen 23. Hij heeft 3 gateways en een robotics facility om units mee te produceren. Terwijl we in Tengard's basis alleen maar die 2 gateways zien. Maar, zie je wat ik zie in de linkerbovenhoek? Inderdaad, dat is een ninja expansion, Frank. Ja. Hij gaat proberen om nu een verdedigende positie bij zijn eigen ramp neer te houden. En dan ondertussen gewoon proberen dat deze expansion niet gescout wordt. Ondertussen gaat ook een Knight voor een expansion, zien we, op zo'n gewoon een normale plek. En Tengard is bezig om die gateway naar beneden te halen. Oh ja, nou die is die stond toch in de weg. Die gaat eraan. Misschien dat Knight, als hij nu eens gaat scouten bij Tengard, denkt van... Hé, verdorie, die Tengard zit nog steeds op één baas. Ik moet me voorbereiden voor nog een laatste all-in. Hè. Tengard gaat alles wat hij heeft op deze ene basis gooien op nog een laatste aanval. Omdat hij nog niet geëxpand heeft. Misschien dat Tengard hoopt dat Knight dat denkt, waardoor hij zelf niet aan een expansie durft. Of aan een uitbreiding. Expansion. Maar ja goed, Knight doet dat niet. Die gaat gewoon wel voor een expansion. Hij staat in een zeer comfortabele positie met die Immortal hier. Hij heeft inmiddels sentries voor verdediging. Dus hij, tenzij die Tengard te veel tijd geeft, waardoor hij die verborgen expansion kan gaan gebruiken, staat hij in een erg goede positie. Ja, dat is inderdaad waar. Maar er is hier nu ondertussen wel een observer van Knight die rond gaat kijken. Oh. Dus die zal ongetwijfeld gaan zien dat er niet een expansion is. En dan maar is wel, de vraag wat te doen. Wat is er wel? Hij ziet wel dat er 2 Stargates aankomen in de basis. Ongelooflijk. Van Dubbel Stargate, Frank. Dubbel Stargate vanaf 2 gas. Ja, maar ik neem aan dat hij bij zijn andere expansion ook... Ja, hij maakt daar een extra gas. Ja. En ik neem aan dat hij die andere ook gaat pakken. Dit zullen wel eens ofwel ontzettend veel Phoenixes kunnen worden... Of allemaal Void Rays, wat denk jij? Ja, ik weet het ook niet. Ja, ik bedoel, ik gebruik zelf graag Phoenixes in PvP, maar zo rond deze fase van de game weet ik niet of ze nog heel nuttig zijn. En ja, oh, we zien trouwens iets. Er komt een Void Ray aan van Tengard. Ja, met een rally naar achter in de basis. Maar ja, de vraag is, heeft Knight het al gescout? Nee, Knight heeft wel een observer hangen, maar hij heeft nog niet in de basis van Tengard gescout. Nee, hij heeft denk ik alleen gescout dat er geen expansion is, dus hij is... hij zou inderdaad wel eens even de grond kunnen gaan kijken om te zien van wat Tengard dan precies van plan is. Nu komt Knight komt uitmoven met zijn units. Die gaat toch proberen om voordat die Void Rays eruit zijn, om wat damage te doen. Ja, denk je dat Tengard dit af kan houden, Frank? Nou, ik weet niet, want hij was behoorlijk supply blocked, waardoor ze een Void Rays vertraging hebben opgelopen.
Dus het zou zomaar kunnen dat, als we kijken wat hier staan, 5 stalkers, waarvan er 3 zeer zwaar beschadigd en 1 Void Ray. Tegen deze 2 Immortals, ook 5 stalkers en een boel zelfs met sentries. Ja, dit wordt ontzettend moeilijk. Heel natuurlijk. Moeilijk. En de Void Ray, nee! Oh! Void Ray gaat er aan, oh jezus. En inderdaad, hier gaan we een stukje door en dit wordt ontzettend moeilijk. Deze gateway gaat er aan. En het is gewoon veel meer leger voor Knight. Maar hier komt extra warp in. Mm-hmm. Die gaat misschien ook wat helpen. Als hij, als hij die stalkers had kunnen focussen, had hij met die Voidware nog heel veel damage kunnen doen aan de Sentries en de Immortals. Maar nee, dit is einde verhaal. Die Immortals eten de Sentries op waar ze bij staan. De stalkers. De stalkers, inderdaad. En deze ene Voidware die eruit gaat komen, die gaat ook niet niks meer beginnen. Er zijn 3 stalkers, ook nog een Guardian Shield van de Sentry. Yeah. En ja, dat, dit wordt het einde van het verhaal, denk ik, Frank. Ja, GG, daar hebben we hem. Oké, einde van potje 1. Een zeer onorthodox spel van beide spelers. Of, in ieder geval geen Foregate, daar zijn we blij mee. Maar een zeer sterke Immortal push vanaf een tweede, vanaf na een expansion voor Knight. En voordat die sneaky expo van Tangarth en zijn Void Rays in grote getalen tevoorschijn konden komen, is het afgelopen. Ja, inderdaad. Nou, we zullen zien wat Knight bedenkt dat hij nu gaat doen. Is goed. We gaan naar Tangarth bedoel ik natuurlijk. Tangarth, dus hij mag de map kiezen voor de volgende game. Stay tuned!